Zijn dat de foto's van Reinie? Ja. Dank je. Tumor zit er nog. Hè? Inderdaad. De reductie is minimaal. De cytostatica hebben alleen de rand iets aangetast. Ja. Er is niet veel gedaan. Ondanks al de dosering. Wat nou, Dick? Je kan een andere combinatie proberen en de dosis verder verhogen. Nog meer? Dan hou je de bijwerking niet meer tegen, met formidol. Dan krijg jij niet wel heel erg zwaar. Ik heb geen andere keus. Het is er enige kans. Ah, Roosje. Komt even goed uit. Hey, hoe is het? Nog steeds zo somber. Wat is het toch? Heb ik iets verkeerd gedaan? Ja, dus. Nou, vertel het dan maar. Het heeft geen zin. Natuurlijk wel. Ik wil iets weten over Rob en jou. Over Rob heb ik je alles al verteld. En meer is er niet. Eerlijk gezegd begin ik een beetje moe te worden van het gezeur over Rob. Hé, hey, wil je dat ik stop met squashen? Als het daarom gaat, dan kap ik ermee. Direct. Hé, hey, zeg het maar. Volgende week vrijdag, dan hebben we weer een optreden. Kun jij dan? Waar? Almere. Even kijken. Ik haal het wel. Leuk. Ah, Reni. Hoe is het? Ach, ik word gek van dat niks doen. We missen je wel, hè? Ik mag misschien binnenkort weer aan het werk. Ik hoor zo de uitslag van het laatste onderzoek. Heb jij Frakje nog gesproken? Ja, ik ben bij haar aan de deur geweest. Maar ze wilde me niet zien. Ik heb nu een brief geschreven. Ja, je weet nooit. Reinie, kan ik je even alleen spreken? Waar? Oh, dat kan hier wel. We zijn toch klaar, hè? Als je zo kijkt, heb je slecht nieuws. Dat heb ik ook. We moeten de volgende chemokuur zwaar erop zetten. Is er enige kans op dat deze wel aanslaat? We moeten het proberen. Veel anders zit er niet op. Wordt deze kuur veel zwaarder? Ja. Je krijgt weer een hogere dosis. Moet ik het wel doen? Natuurlijk. Je mag het nu niet opgeven. Ik doe er alles aan om de juiste combinatie te vinden. Ach, Dick. Ik weet wat het betekent als een chemokuur niet aanslaat. Een volgende zal heus niet veel helpen. Alsjeblieft, Reinie. Ik wil heel graag dat je het doet. Ik wil die abortus meteen laten doen. Roos, ga even zitten. Heb je de gynaecoloog al geconsulteerd? Hoeft niet. Het is een duidelijke zaak. Ik wil niet dat het kind een medisch risico loopt. Zeker niet in deze situatie. Wat zegt u? Ik heb het hem niet verteld. Waarom niet? Hij had me bezworen dat hij niks met die vriend had. Daar heeft hij dus over gelogen. Ja, maar hij moet het wel weten. Hij moet ook onder behandeling. Zal ik het hem vertellen? Nee. Dat doe ik zelf. Als het gebeurd is, dan ga ik ook bij hem weg.
Oh? Ja, moet ik het pikken dat hij er vriendjes op nahoudt? Nee, maar misschien wil hij zijn leven beteren. Ach, ik kan hem toch niet meer vertrouwen. Heb jij dokter De Kort al ingelicht? Nee, zal ik even voor je bellen? Dat hoeft niet. Ik ga zelf wel. Kom je daarna wel meteen terug voor de behandeling? Roos, het spijt me dat het allemaal zo moet gaan. Ik ben blij dat je het zo snel ontdekt hebt. Dat is dan nog de enige positieve kant van het geheel. Je sterkt. We zien elkaar. Wat bedoel je, kom niet meer terug? De chemokuur heeft niets gedaan. Maar dan is er toch wel een andere manier om je te behandelen. Weet je dat zeker? Ja, Dick wil het nog wel proberen, maar het heeft weinig zin, denk ik. Shit. Het kan niet. Ik kan niet zomaar bij ons weggaan. Ik ben nog niet dood. Ik kom hier nog vaak genoeg. Kun je niet voor half dagen bij ons blijven werken? Nee, ik denk niet dat ik dat kan opbrengen. Wat ga je dan doen? Nou, dat wat ik altijd tegen patiënten zeg, hè? Genieten van de dagen die je nog hebt, met de mensen die je dierbaar zijn. Ik kom je elke dag opzoeken. Nou, fantastisch, Guus. Maar één keer in de week is al genoeg. Kan ik u helpen? Hoe kan dat nou? Kan ik je ergens mee helpen? Ik zoek de status van Romme de Vries. Laat mij maar even. Nou zeg, wat gek. Onder de V van de Vries. Nou, behoor jij te zeggen, mannen kunnen niet zoeken. Dankjewel. Mijn hoger beroep dient over een maand. Oh, mooi. Dan is het einde dus in zicht. Nou, dat is nog maar de vraag. Ik heb geen nieuwe argumenten, dus ik kan de zaak net zo goed weer verliezen. Maar die rechters moeten toch een keer inzien dat Christian bij jou hoort? Ja, maar die gaan nog steeds af. Op het advies van de Raad van de Kinderbescherming. En daar moet ik het niet echt van hebben, zoals je weet. Ik kan me niet voorstellen dat het weer misgaat. Moet ik nog getuigen, denk je? Dat hoor ik nog van mijn advocaat. Nou, je weet me te vinden. Als ik iets voor je kan doen, ik help je. Dank je. Je hebt mijn brief gelezen. Ja. Lief dat je gekomen bent. U moet niet denken dat ik van mening veranderd ben. Wil je alsjeblieft je zeggen? Ik zal het proberen. Ik wilde toch iets meer weten van vroeger. Alleen hoe het gegaan is. Dat wil ik je graag vertellen. Maar het is niet de bedoeling dat we elkaar vaker zien. Je bent... Het is misschien raar dat ik dat zeg... Een vreemde voor me. Zo voel ik het niet. Voor jou ben ik toch ook een vreemde. Misschien begrijp je het beter als ik je de hele geschiedenis heb verteld. Maar eerst wil ik je graag ergens mee naartoe nemen. Nu? Ik sta volkomen machteloos. Ik kan Reinie niet dwingen. Ik kan er geen ongelijk geven ook. Ze weten heel goed dat het een therapieresistente kanker zou is, dat we er niets meer aan kunnen doen. En alternatieve therapieën? Visualisatie, diëten? Dat zijn alleen manieren om de patiënt het idee te geven dat er iets aan wordt. Ze werken niet. Er is geen wondermiddel tegen kanker. Maar dat soort therapieën kunnen wel helpen je lot te accepteren. Dat is helemaal erg. Stervensbegeleiding, als je nog gewoon rondloopt. Je moet kunnen vechten als je ziek bent. Het niet opgeven, daaraan heb je wat. Ik wil niet dat ze doodgaat. Ik mag hier eigenlijk helemaal niet over praten, maar ik weet dat ze bij Pharmaco zeer serieus bezig zijn met kankeronderzoek. Welk bedrijf niet? Ze werken aan een experimenteel middel om bij borstkanker de werking van de cytostatica effectiever te maken. Misschien moet je eens gaan praten met die projectleider. Ja. Ik ken dat soort onderzoeken.
Dick, mijn vader, investeert heel veel geld in dit project. En dat zal hij niet doen wanneer er geen perspectief in zit. Wie zit er op dat project? Een briljante Amerikaanse onderzoekster, Maureen Brandon. Zal ik een afspraak voor je maken? Het is 35 jaar geleden dat ik hier voor het laatst was. Hij is dus dood. Ja. En dat is mijn schuld. Zo. Hey, die was in de glasbak. Krijg jij nooit op je kop van Anke? Ja, maar Anke is er niet. Doe het dan voor het milieu. Ja, Guus. Hey. Hey. Hoe is het eigenlijk met Christian? Zit er al een beetje schot in de zaak? Binnenkort dient het hoger beroep. Maar ik heb er een hard hoofd in. Mijn aanbod is nog steeds van kracht, hè? Als er een vader van Christian nodig is, dan ben ik beschikbaar. Ja, nou, dankjewel, Erik, maar ik denk niet dat ze daar internen. Waarom niet? Ze willen toch een stabiele gezinssituatie voor Christian? Nou, dan moet je dus een man hebben. Maar ik was ook te labiel mijn kind op te voeden, weet je nog? Ja, dat argument telt niet meer. Een waarnemend hoofdverpleegkundige van een groot ziekenhuis is toch niet labiel? Waar of niet? Heb je zin om vanavond met mij te gaan eten? Ik kan vanavond niet. Ander keertje dan? Misschien. ...1958, toen ben ik geboren. 4 maanden voordat jij geboren werd, is Gerard gestorven. Hij was een leraar van school. Een lieve man. Met hele zachte ogen. We hadden een verhouding. Ik werd zwanger en ik raakte volledig in paniek. Wist hij dat je zwanger was? Ja. Hij wilde dat ik een abortus zou laten doen. Waarom heb je dat niet gedaan? Ik hield van hem en ik dacht dat hij ook van mij hield. Heel romantisch. Ja, je bent zo naïef op die leeftijd. Ik vond dat hij zijn vrouw moest verlaten voor mij. Dat wilde hij natuurlijk niet. Nee. Ik was woedend. Toen heb ik iets gedaan wat ik nooit had mogen doen. Op een avond heb ik hem een ultimatum gesteld. Voor mij kiezen? Of ik zou de volgende dag alles aan iedereen vertellen. Ook aan zijn vrouw. Bluf. Nee, ik had het gedaan. Hij was radeloos. Hij zei dat ik hem niet begreep. Dat hij zijn vrouw en zijn kind niet in de steek kon laten. En toen? Ik heb een scène gemaakt en ben boos weggerend. Toen ik de volgende dag op school kwam, hoorde ik dat hij dood was. Hij had zich opgehangen. Zijn vrouw had hem gevonden op zolder. Wat gruwelijk. 3 dagen later stonden we hier met de hele school. Zijn vrouw, zijn zoontje. Ik stond achteraan, daar ergens. Niemand wist dat ik zwanger was. Ik was de enige die wist waarom hij het gedaan had. Het was mijn schuld. Hij had net zoveel schuld. Ja, dat besefte ik ook later. Heb je ooit verteld dat dat kind, ik dus, van hem was? Nee, ik heb altijd volgehouden dat het van een jongen was die ik op vakantie was tegengekomen en die ik verder niet goed kende. En je ouders?
Die waren tegen abortus, maar ik moest jou wel afstaan. Heb je even? Ja, natuurlijk. Kom zitten. Ik ga je iets heel geks vragen. En ik hoop niet dat je me uitlacht. Oh, je maakt me nieuwsgierig. Nou, je weet dat ze bij adoptie het heel belangrijk vinden dat het kind in een volledig gezin komt. Ik maak dus heel erg weinig kans om Christian terug te krijgen als ik alleen ben. Dus heb ik eigenlijk een man nodig. Ja, maar waar haal je die zo gauw vandaan? Nou, ik had gedacht, ik meen het serieus, dat jij misschien de vader voor Christian zou willen zijn. Hoe bedoel je? Als een soort peetvader? Nee, als een echte stiefvader. Dan zouden wij trouwen en dan heeft Christian een volledig gezin. Voor de schijn natuurlijk, hè? Ik bedoel, we hoeven natuurlijk niet echt samen te wonen. Nee, nee. Natuurlijk. Ja, ik wil je graag helpen. Maar ja, ik denk dat ik dit toch eerst met Joy moet bespreken. Tuurlijk. Hebben jullie trouwplannen? Nou, nee, niet direct. Ik wil het ook wel met Joy bespreken. Nee, dat doe ik zelf al. Vind je het raar dat ik je dit vraag? Nou, het is... ja. Ik zoek Maureen Brandon. Oh, welkom. Van Lennep. Ik heb helaas weinig tijd voor u. En dat verschijnsel ken ik. Wilt u even hier gaan zitten? Ja. U wilt iets weten over mijn onderzoek? Ja. Wij worstelen dagelijks met het probleem dat de kankercel, bij bijvoorbeeld borstkanker, het cytostaticum direct weer weet uit te scheiden. Ja, nou dat komt omdat er bij de celwand stoffen zijn die de toxines verwijderen, waardoor de cel soms ook resistent is tegen cytostatica. Nou, wij proberen die stoffen te beïnvloeden door middel van wat wij genoemd hebben P-glycoprotein binding inhibiting factor, het GIH. Jullie richten je dus op één bepaalde stof die het cytostaticum verwerpt? Precies. Maar het probleem is dat de GIH zich ook in de lever en de nieren nestelt en het P-glycoprotein daarin activeert. Nou, door het GIH aan monoclonale antistoffen te koppelen, werkt het hopelijk selectiever tegen tumorcellen. Ja. Maar dat GIH, dat werkt op zich. Oh ja. Zou het niet effectiever zijn om met TL-cellen te werken in plaats van met antistoffen? En dan ga je namelijk direct met een retrovirus in de kern van de kankercel. En dat produceert ter plekke GIH. Zo, u bent wel op de hoogte. En ik ben ook bij een onderzoek betrokken geweest. Nou, wat u voorstelt is een optie. Maar onze methode leidt waarschijnlijk sneller tot resultaten. En er zijn minder risico's aan verbonden. Ja. Kunt u ook een voorspelling doen wanneer uw procedé in de klinische trialfase komt? Nee, helaas. Dat is een kwestie van afwachten. Ik begrijp het. Onthoud u alstublieft dat ik zeer geïnteresseerd blijf in de ontwikkelingen. Ik hou u op de hoogte. Graag. Bedankt. Tot ziens. Was dat niet dokter Van Lennep? Ja. Wat kan hij doen? Hij wilde iets weten over mijn onderzoek. MCW is geïnteresseerd in experimenten op patiënten. Hoe ver zijn jullie? Niet ver genoeg. Zullen we nog een keer afspreken? Ik wil graag meer van je weten. Ben je getrouwd of heb je een vriend? Ik woon alleen. Dat bevalt me uitstekend. Ik heb eigenlijk niemand nodig. Het is alsof ik mezelf hoor. Ik ben maar één keer getrouwd geweest. Maar dat duurde niet lang. Ik vind het ook het beste in mijn eentje. Maar ik heb jou altijd wel gemist. Niet wederzijds.
Het is niet aardig dat ik dat zeg, maar het is nou eenmaal zo. Ja, begrijp ik. Nou, dan ga ik maar. Lief dat je toch gekomen bent. Ik wilde alleen weten waar ik vandaan kom. Hallo, Reini. Hey Jacob. Zie je dat meisje daar? Dat is Vrouwtje. Oh ja? Dus ze is toch gekomen? Ja. Maar alleen om naar haar vader te vragen. Verder wil ze niks met me te maken hebben. Dat meen je toch niet serieus, hè? Alleen in naam. Ingrid heeft een man nodig. Waarom vraagt ze jou? Hebben jullie wat met elkaar? Helemaal niet. Ze weet toch dat we gaan samenwonen? Waarom moet ze jou dan hebben? Ja, wat maakt dat nou uit? Ja, waarom vraagt ze niet iemand die niemand heeft? Erik Koning bijvoorbeeld. Nou, dat zou ook kunnen. Maar ze vroeg het aan mij. Belachelijk. Nou, daar komt niets van in. Stel je voor, zeg, jij trouwt met Ingrid. En wat ben ik dan? Je huishoudster? Het gaat er alleen om, Joy, dat ze Christian nu terugkrijgt. Wij zijn toch gewoon samen? Ik wil niet samenwonen met een getrouwde man. Oh. Hoe zou jij het vinden als ik met een illegale buitenlander trouw? Alleen maar om hem aan een verblijfsvergunning te helpen. Als je die man heel goed zou kennen. Ach, kom nou toch. Trouwen is geen spelletje. Waarom vraag je mij niet? Jouw zoon kan ook best een gezin gebruiken. En voor Vrouwtje ben jij de moeder die haar eigenlijk niet wilde? Die haar moest afstaan. Ik wilde haar dolgraag. En zo voelt zij het niet. Zij heeft het gevoel dat ze er eigenlijk niet mocht zijn. Ieder kind heeft respect en waardering nodig. En liefde. Vooral liefde. Maar die heeft ze van haar stiefouders gekregen. Ik heb het daar toch allemaal uitgelegd? Dat zegt haar niet zoveel. Zij blijft zich afgewezen voelen. Ze wil niet eens horen dat het me spijt. Maar ze moet toch weten dat ik er veel verdriet van heb gehad. En nog heb. Is het er te laat voor? Waarschijnlijk wel. Houdt ze haar hele leven die wrok tegen mij? Ben je bij Maureen Brandon geweest? Ja. Heeft dit iets opgeleverd? Ze kan niets zeggen over het tijdstip dat het middel beschikbaar komt. Jammer. Volgens mij kom je met gentherapie sneller tot resultaten. Nou, wat let je? Ik beschik niet over de informatie die zij heeft. Zij werkt met glycoprotein binding inhibiting factor. Dat ontdek je bij toeval. Zou je met die stof verder komen? Absoluut. Dan moet je die te pakken zien te krijgen. Je denkt toch niet dat ze dergelijk uiterst geheime informatie ter beschikking stellen aan zomaar een oncoloog? Nee, dat zit er niet in. Ze hebben inderdaad hoge verwachtingen van het onderzoek. Dus het is afwachten. Voor Reini zal het te laat zijn. Kom maar! Ja, je zult me wel een vreselijke klit vinden. Maar ik moet even weten waarom je me ineens aan de kant zet. Je moet me op mijn werk niet lastigvallen, Rob. Wat moet ik dan? Thuis mag ik je niet meer bellen. Hoe moet ik me hier soms laten opnemen met een galblaasverzakking? Jij moet me met rust laten. Ik heb geen zin meer in squashen. Jij wel, maar Roos niet. Jij laat je chanteren met een baby. Dan moet ik je ernstig voor waarschuwen. Jij gaat nu deze deur uit en je komt niet meer terug. Ah, dokter, wat vindt u nou? Guus zit vreselijk onder de plak thuis. Hij mag niet eens meer een potje squashen. Nou, dat is toch niet gezond meer? Nou, het lijkt me verstandig als Guus eindelijk eens een keus maakt. Nou, dan hoor je het eens van een ander. Jij moet niet zo ongelooflijk zeiken. Ik heb je gewaarschuwd. Wat bedoel jij met keus maken? Nou, wat denk je?
Mevrouw van Driel. Jacob Bjernstein. Gaat u zitten. Ik apprecieer het zeer dat u gekomen bent. Maar allereerst moet u weten dat het niet mijn gewoonte is om me met privézaken te bemoeien. Maar in dit geval heb ik een uitzondering gemaakt en u gebeld. Wat is uw relatie tot mevrouw Hermans? Ik ondersteun haar beroepsmatig bij de verwerking van het ziekteproces. Is ze ziek? Ze heeft borstkanker. En de vooruitzichten zijn helaas niet zo goed. Dat heeft ze me niet verteld. Ze wil haar ziekte niet in verband brengen met het verlangen om contact met u te zoeken. U gebruikt het nu wel als chantagemiddel. Het staat u vrij om hierbij het gesprek te beëindigen. Ik zal het haar nooit vergeven dat ze mij heeft afgestaan. Die emotie heb ik te respecteren. En Reini ook. Hoe is het u vergaan na de ontmoeting met hij? Waarom wilt u dat weten? Als iemand na 35 jaar voor het eerst kennis maakt met haar moeder, dan moet dat grote indruk gemaakt hebben. Sindsdien voel ik me afschuwelijk. Ik loop de hele tijd te huilen. Ik weet niet waarom. Bent u boos op Reini? Niet eens. Hoe kun je nou boos zijn op iemand die je helemaal niet kent? In dit geval lijkt me dat heel goed mogelijk. Ik ben in de war. Ik merk het in mijn werk. Bent u getrouwd? Nee. Gescheiden? Ook niet. Ik heb regelmatig relaties, maar die lopen altijd mis. Ik ben op mijn best als ik alleen ben. Waarom mislukken die relaties steeds? Vindt u dat niet jammer? Ja, natuurlijk. Ze waren allemaal best lief, maar nou, ze hielden niet genoeg van me. Ik miste iets. Wat was dat iets? Tja, nou ja, dat snapt u toch wel. Ik miste altijd een soort overgave. En ze hielden wel van u? Oh ja, maar ik vond het niet genoeg. Ik verwachtte altijd meer van ze en dat begrepen ze niet. Waarom vertel ik u dit eigenlijk allemaal? Bent u niet erg eenzaam? Oh, ik leef alleen. Moet ik me daarom eenzaam voelen? Nou, ik vraag die dingen omdat het wel zo zou kunnen zijn dat u veel verdriet en woede niet verwerkt heeft. Ben je bij mevrouw Van Dalen geweest? Ja. De wond geneest goed. Wat mij betreft kan de drain eruit. Mooi zo. Geef jij het door aan de verpleging? Ja hoor. Ja. Zeg, Lisa, wat vind jij er nou van? Arend Jan wil met Ingrid trouwen, zodat ze weer kans heeft om voogdij over Christiaan te krijgen. Pardon, ik kan het even niet volgen. Ingrid wil een schijnhuwelijk met Arend Jan, zodat Christiaan weer een volledig gezin heeft. Oh, op zo'n manier. Ja, hij vroeg wat ik ervan vond, maar ik wil het niet. Het is toch alleen om Ingrid te helpen? Je hebt er toch geen last van? Dus jij vindt het ook normaal? Niet normaal, maar ik begrijp het wel. Zou jij het in mijn plaats doen? Ben je soms bang dat hij dat huwelijk serieus gaat nemen? Jij begrijpt er ook niets van, hè? Als hij met Ingrid getrouwd is, dan vraagt hij mij toch niet? Toen ik een jaar of 16 was, had ik altijd dezelfde droom. Wil je Reni aankijken? Aan haar moet je het vertellen. Toen ik 16 was, had ik altijd dezelfde droom. Ik zat in een bos tussen de struiken met een vrouw van wie ik het gezicht niet kon zien. En altijd werd het donker en ging die vrouw weg. Ze liet je alleen achter? Ik schreeuwde dat ze terug moest komen, maar ze kwam nooit terug. En ik begreep maar niet waarom. Telkens als ik dat droomde, was ik heel bang. Die vrouw was ik? Ja. En ik was heel boos op haar. Op mij? Ben je nu ook boos? Ik weet het niet. Reni, wat herinner jij je nog van de geboorte? Het was een makkelijke bevalling. Je woog 7 pond. En je schreeuwde keihard. Je was alleen maar stil te krijgen als ik je de borst gaf. Je was een schattig kindje. Ik hield heel veel van je. Echt.
Had me dan niet weggegeven. Wat heb ik aan dat sentimentele gedoe na 35 jaar? Je moet niet bij mij zijn. Jij hebt je kind afgestaan. Wat kan ik eraan veranderen? Niets. Je had nooit naar me toe moeten komen. Ik wil dat je me met rust laat. Nou, dat was het dan wat mij betreft. Hebben jullie nog vragen? Nee. Oké, dan dank jullie voor de aandacht. Alsjeblieft. Een momentje, Dick. Hebben jullie mij nog nodig? Nee, Ingrid, je doet het uitstekend als hoofdverpleegkundige. Dankjewel. Graag gedaan. Dick, wat zou je doen als je kon beschikken over die stof waar Maureen Brandon aan werkt? Ik zou meteen met experimenten beginnen. Heb je er geld voor? Mag ik weten waarom je dit vraagt? Ik zou kunnen proberen dat GIH voor je te pakken te krijgen. Te pakken krijgen betekent in dit geval stelen. Het gaat om gegevens die in een computer zitten. Als jij me precies zegt wat je nodig hebt, dan... Weet je wel wat je zegt? Ja. En je kunt ook geld van me lenen. Je denkt nog niet dat ik erop inga. Dick, het gaat om Reinie. Voor haar heb ik best wel wat gesjoemel over. Jij niet? Wat jij gesjoemel noemt is in feite misdaad. En daar werk ik niet aan mee. Ook niet als je de kans hebt om Reinie te redden? Bent u geschrokken van die uitbarsting? Beseft u dat er nog heel wat opgekropte woede zit? Dat zal best, maar wat heb ik eraan om dat te beseffen? U weet het nu. Dus er is ook een kans om er vanaf te komen. Misschien wil ik er wel niet vanaf. De basis van uw woede is dat u in de steek bent gelaten. En wel op het moment dat u die persoon het hardst nodig had. Mijn moeder. Ik bedoel Reinie. Ja. U kunt die woede alleen kwijtraken als u de liefde die u zo gemist hebt alsnog toestaat. Dat kan ik niet. Zij heeft toen alleen maar aan zichzelf gedacht, niet aan mij. Ik wil geen liefde van haar. Die droom, hè, in dat bos. Hoe had je het gevonden als die vrouw was teruggekomen? Was je dan blij geweest? Ja, natuurlijk, maar ze kwam niet terug. In werkelijkheid is ze wel teruggekomen. Nu is het te laat. Beter laat dan nooit, zeggen ze wel eens. Wat kan je gebeuren als je het jezelf toestaat? Als je je openstelt voor de gevoelens van Reinie? Ik sta niet voor mezelf in. Ik ben zo kwaad dat ik haar de volgende keer waarschijnlijk een klap in haar gezicht geef. Dat zou heel goed kunnen. Mag ik dit intiem samen zijn even verstoren? Eigenlijk niet. Valt hier lastig? Ongewenste intimiteit op het werk zijn strafbaar, dat weet je, hè, Anke? Oh, maar Guus mag alles. Nou, ik hoop dat je dat niet letterlijk bedoelt. Wou je iets vragen? Ja. Maar eerst wil ik jou nog wat zeggen. Ik denk dat het heel verstandig is dat jij je in je relaties tot één soort beperkt. Of je doet het met mannen of met vrouwen, maar niet met allebei. En waar heb je het over? Dat weet jij heel goed. Jij moet je niet met mijn zaken bemoeien. Was dat maar zo. Wat insinueer je daarmee? Jij weet heel goed welke risico's verbonden zijn aan promiscu seksueel gedrag. Ik heb genoeg van die praatjes van jou, smerige intrigant. Het is alleen maar een waarschuwing. Ik zal jou een waarschuwing geven! Smerige! Guus, niet doen! Hé, wat is dat? Hij is hartstikke gek geworden. Wil je een beetje zuinig zijn op onze internisten? Zoveel hebben we er niet. Hefner! Stel je dat bos uit je droom nog eens voor. Je zit daar in je eentje, in het donker. Je bent nog maar een jong meisje, dus je bent bang. En je vindt het heel erg dat die vrouw weer is weggegaan. Wat denk je nu? Kun je zeggen wat je denkt? Niet weggaan. Kom terug.
Je moet terugkomen. Je mag niet weggaan. Ik ben weer terug, vrouwtje. Ik moet je niet. Waarom wilde je me niet? Je hebt me in de steek gelaten. Donder toch op! Je hebt me nooit gewild, dus nu ook niet. Ik ben teruggekomen, vrouwtje. Je bent nog steeds mijn kleine meisje. Roosje, nu gezellig met mijn lunchen. Hé, hoe was het met je moeder? Ik heb je gemist vannacht. Je moet even heel goed naar me luisteren. Ben je weer serieus? Ik ga bij je weg. Ja, wat? Ik maak het uit, ik ga weg. Wat is dat nu ineens? Waarom? Ik heb genoeg van al je leugens. Leugens? Welke leugens? Dat weet je best en ik heb geen zin meer om erover te praten. Jij wilt je eigen leven leiden. Nou, ga je gang. Maar Roos, dat kan helemaal niet. Nu niet met de baby. De baby heb ik niet meer. Hé? Wat? Ik heb een abortus laten doen. Nee. Moest wel. Moest wel? Er is geconstateerd dat ik syfilis heb. En dat is een ziekte die ernstige aangeboren afwijkingen veroorzaakt. Hoe kom je daar in godsnaam aan? Ja, dat mag jij me vertellen. Hoe moet ik dat weten? Ik moet het van jou hebben. Dat betekent dus dat jij bent vreemd gegaan. Dat is niet waar. Waar heb je het over? Ja, nou, precies om dat soort leugens ga ik bij je weg. Vrouwtje was helemaal van de kaart. Gelukkig was Jacob erbij. Denk je dat er iets veranderd is in haar houding ten opzichte van jou? Nog niet. Maar ja, het is een begin. Het zal nog een hele tijd duren voordat ze me helemaal accepteert. Ik weet niet of ik die tijd nog heb. Weet ze dat je ziek bent? Het is niet eerlijk. Net nu ik zover ben, krijg ik deze ziekte. Ik wil haar niet dood. Ik heb nog zoveel tijd nodig voor vrouwtje. Ingrid? Hoi. Hoi. Ik heb nagedacht over wat je me vroeg. Ik denk niet dat ik je kan helpen. Ah, jammer. Heb je het er met Joy over gehad? Ja. Ze was niet enthousiast. Nee. Ik begrijp dat het heel belangrijk voor je is. Maar niemand zal het geloven. Iedereen weet dat ik met Joy ben. Ja. Nou ja. In ieder geval lief dat je erover nagedacht hebt. Spijt me. Nee, ik had het je niet moeten vragen. Ingrid? Het is niet persoonlijk, hoor. Ik vind je fantastisch, dat weet je. Oké. Erik, ik wil toch graag op je voorstel ingaan. Mooi. Ik ben blij dat je Vereinie even je principes wil laten varen. Dit zijn de vragen waar ik een antwoord op wil hebben. Mooi. Doe mijn best. Ik wil wel graag dat het tussen ons blijft. Daar zijn we het dan over eens. Eén ding vraag ik me af. Waarom doe je dit eigenlijk? Je loopt een behoorlijk risico met deze operatie. Ik doe het voor Reinie. En ook voor jou. Ik beschouw jullie als mijn enige vrienden hier in MCW. En die vriendschap is me heel wat waard.
Geloof je me niet? Ik stel het zeer op prijs, maar ik ken je niet zo. Nee. Nee, ik uit mijn gevoelens niet zo, dat is waar. Maar ik wil graag dat jullie nog een tijd samen zijn. Reinier en jij hebben nog een leven af te maken. Als dat eens zou lukken. Ik moet je even spreken. Ga even zitten. Ik ben me lam geschrokken. Dat had je dan eerder moeten doen. Ik begrijp het niet, Roos. Je hebt syfilis. Je neemt maar meteen aan dat je dat van mij hebt. Van wie anders? Jij gelooft nog steeds dat ik een verhouding met Rob heb. Oh, begin je weer te liegen? Nou, daar heb ik genoeg van. Roos, blijf zitten. Kijk me aan. Kijk me aan. Ik heb geen relatie met een ander, met Rob niet, met niemand niet. Is dat geloven? Ja. Die Rob was anders wel veel belangrijker dan ik. Ja, ik vond het leuk om met hem te squashen. Dat is alles. Waarom kom je dan altijd pas 's nachts om 2 uur thuis? Ja, omdat ik het ook leuk vond om met hem door te zakken. Ja, misschien had ik dat niet moeten doen. Dat spijt me. Zweer je dat je sinds je met mij bent nooit met iemand anders naar bed bent geweest? Ja. Je moet me geloven, Roos. Hoe kom ik dan aan die geslachtsziekte, Guus? Ik heb geen idee. Heb jij het ontdekt? Erik Koning heeft mijn bloed laten onderzoeken omdat ik me steeds niet lekker voelde. Je weet toch dat ik dat al een hele tijd had? Erik Koning. Nu begrijp ik waar hij op uit was. Ben jij met een ander naar bed geweest? Je vertrouwt me nog steeds niet, hè? Ik laat mijn bloed onderzoeken. En als ik niet besmet ben, geloof je me dan? Hey, Marie. Ik heb je collega niet veel verder kunnen helpen. Ja, dat hoorde ik. Hij is trouwens wel op de hoogte van het een en ander. Oh ja? Je vader is er niet. Nee, dat weet ik. Ik kom alleen maar even wat afgeven. Zal ik het voor je doen? Nee hoor, nee. Ik weet de weg. En ik ben er nou toch. Ja. Tot ziens. Dag, Marie. Erik. Hallo, pa. Het was een tijd geleden. Ja. Ik dacht al dat je vader had afgedaan. Ik kom voor je kleinkinderen. Die willen opa wel weer eens zien. Ja. Ze zullen wel groot geworden zijn. Ja. Zeg maar dat ik gauw kom. Dat zullen ze leuk vinden. Ga je weer? Ja. Kunt u even een handtekening zetten? Als het maar geen geld kost. Heb je zo lang op je vader gewacht? Ja, ik had de tijd, toevallig. Bedankt. Zullen we samen gaan eten? We hebben wel het een en ander uit te praten, dacht ik zo. Geen behoefte aan.
Ik wel. Mag ik weer een van je corrupte klussen opknappen? Tuurlijk. Daar heb ik je vorstelijk voor beloond. Van de vader verwacht ik iets anders dan geld. Ik dacht dat je nu wel eens volwassen zou zijn. Ben ik ook. En daarom heb ik je ook niet meer nodig. Wanneer kan je me helpen met meneer De Groot? Kom zo. Nou, dat is goed. Zie je het even niet zitten? Nee. Kan ik iets voor je betekenen? Als het serieus bedoelt toen je begon over een schijnhuwelijk? Ik meen dit serieus. Maar ik dacht niet dat je er ooit op in zou gaan. Ik ook niet. Maar ik heb er alles voor over om Christian terug te krijgen. Nou, dan moeten we maar samen gaan eten. Ja. Vanavond? Reinie, ik wil graag dat je die tweede chemokuur doet. Waarom zou ik? Het heeft toch geen zin. Ik wil iets nieuws proberen. In de Verenigde Staten heb ik gewerkt aan een bepaalde vorm van gentherapie. De adoptive immunotherapy. Wil je mij als proefpersoon gebruiken? Ik weet genoeg van dit experiment om het aan te durven. Ik wil proberen om het cytostaticum direct in de cel te leiden. Waarom kom je daar nu pas mee? Ik heb nu pas besloten om dit onderzoek op eigen houtje te doen. Denk je dat het enige kans van slagen heeft? Anders zou ik het je niet voorstellen. Weer zo'n kuur. Ik moet er niet aan denken. Reinie, we moeten het niet opgeven. Heeft deze kuur ook bijwerkingen? Ja. Ik weet niet of ik het nog kan opbrengen. Ik wil graag dat je alles doet om beter te worden.